wat ik wil, dat zijn vier dingen. Spelen, eten, drinken en slapen op de golfbaan. Nee, niet in een hotel, hierin. Gisteravond zijn we aangekomen bij Nampon Saint-Martin. En dat is een golfclub met twee 18-hols golfbanen. En we kwamen aan ongeveer rondom middernacht in het pikken donker. Ons navigatiesysteem bracht ons naar een plek waar we links een ingang zagen en rechts een ingang zagen. Aan de rechterkant was een maison fort, dat was gesloten uiteraard. En aan de linkerkant, dat was een soort van oprijlaan met allemaal bomen links en rechts. Daar zijn we ingereden en hebben we overnacht. De volgende dag was het Maison Fort geopend. En dat is hier gebouwd ergens in de 15e eeuw. En daarvoor was het domein al in handen van diverse families. En dat gaat terug naar 858. Zo oud is het hier al. Wat me is opgevallen hier is dat iedereen hier zo vriendelijk is. En daarmee niet alleen het personeel van de golfbaan, maar ook de leden. Echt opvallend, iedereen begroet je, iedereen zwaait naar je. Je wordt gewoon opgenomen in deze community. Nou, achter me zie je in die hele mooie jurk June zitten. Zij zit achter de receptie en ontvangt je. En achter de bar staat Omar. Hier op Nampon Saint-Martin zijn twee 18-hols golfbanen. De Belvedere en Lessigne. Lessigne, of beter gezegd in het Nederlands de Zwanen, wordt gekenmerkt door heel veel water. Dan moet ik zeggen dat ik daar maar heel weinig mee te maken heb gehad. Op sommige holes komen ze in het spel, maar bij de meeste niet. De Belvedere wordt gekenmerkt door de vele mooie vergezichten. De naam zegt het al. Een hele mooie bosbaan. En hier achter me zie je hol 4 van Le Belvedere. Van de Belvedere en ik lig kort voor de green en het is hier zo ontzettend warm geweest, het is nog steeds warm en daardoor zijn de fairways wat harder geworden. Dus wat ik nu ga doen, ik ga gewoon de Texas Wedge spelen. Let op! Er zijn palen die geven 135 meter tot de voorkant van de green aan. En er zijn ook blauwe stippen die 90 meter tot de voorkant van de green aangeven. Het is toch handig om een golfhorloge te gebruiken waar afstanden op staan. Of een kijker te gebruiken. Want dan kun je echt precies je spel spelen. En weet je de juiste club te kiezen uit je tas.